NACO De Kwel in Kuik. Echt alles onder één dak. Dat is pas sportief genieten. Vrijdag 30 augustus is de Groene Dakenactie gestart in het kader van het regionale project Groene Gevels en Daken. Wethouder Stoffels van de gemeente Kuik, wat houdt deze actie in? Nou, het is vooral een publiciteitsactie om mensen te laten zien wat de voordelen zijn van groene daken. En in het kader van die publiciteitsactie kunnen we ook aanbieden dat de groene daken in plaats van 19,95, 16,95 per stuk, dat is een eenheid van 40 bij 40 of 50 bij 50 centimeter, kunnen kopen. En het waterschap heeft er nog aan toegevoegd dat wanneer we een bestelling kunnen plaatsen van tenminste 1000 vierkante meter, dat er dan nog eens een keer 5 euro korting op wordt gegeven per vierkante meter. Maar het is dus vooral bedoeld om publiciteit te geven. Onbekendheid maakt onbemind. En we hebben heel veel voordelen met groene daken en die willen we graag onder de aandacht brengen. Tot wanneer geldt deze actie? De actie loopt tot eind oktober. En voor wie is deze actie bedoeld? Is het alleen voor particulieren of is het ook voor ondernemers? Heeft iedereen bedoeld. Iedereen die groene daken wil, is hier van harte welkom en kan gebruik maken van die kortingsactie. Zijn groene daken al bekend in de gemeente Kuik? Ja, zijn bekend, maar nog lang niet genoeg. Want wij kunnen ons bijna niet voorstellen dat, gezien de vele voordelen die daaraan vastzitten, dat het nog niet echt goed van de grond is gekomen. Dus we denken dat er nog meer publiciteit moet komen. Nog meer communicatie over de voordelen van groene daken. En dan verwachten wij zeker dat er een grotere vraag gaat komen naar groene daken. En daar hebben we gewoon heel veel voordelen van met z'n allen. Waarom vindt de gemeente Kuik het zo belangrijk? Nou, we vinden het heel belangrijk vanwege de voordelen. Als gemeente zeg ik van kijk, op het moment dat wij groene daken kunnen toepassen, dan betekent dat dat we hemelwater, waarvan we er steeds meer krijgen, hemelwater langer wordt vastgehouden. Dat betekent dat de minder overlast zal ontstaan in de straten, want onze riolen kunnen op een bepaald moment al het hemelwater ook niet meer bergen. Daarom is het belangrijk dat daken hemelwater kunnen vasthouden. We hebben daar ook aandacht voor gevraagd in ons milieubeleidsplan. We hebben daarin afgesproken dat we daarover goed willen communiceren, het goede voorbeeld willen geven, in de verwachting dat dan ook mensen meer gebruik gaan maken van die groene daken. U zegt zelf al het goede voorbeeld geven. Het gemeentehuis Kuik, gaat die ook een groen dak krijgen? Ja, we gaan binnenkort, we moeten dan constructief nog even goed kijken of het allemaal kan, maar we willen 65 vierkante meter groen dak gaan aanleggen op het gemeentehuis in Kuik. Ja. Piet Beltman, u bent van het waterschap A en Maas, een van de betrokken partners van de actie. Welke partners zijn er nog meer bij betrokken? Voor ons is het heel belangrijk dat het bedrijfsleven deze instrumenten voor zijn groen dak, deze producten gewoon in de markt zet. En dus Janssen Beugen, Bindelstein, ja. En nog een bedrijf zijn bezig om dit te promoten, om dit in het assortiment te nemen en deze diensten aan te bieden aan de burger. Wat zijn nou de voordelen voor de burger met een groen dak? Ja, die voordelen zijn legio. Het hangt ook een beetje van de eigen situatie af. Dat is net als met zonnepanelen, hoe je situatie is. Maar als je een dak hebt wat er gewoon geschikt voor is, dan maak je dat met een groen dak, maak je dat je temperatuur in huis, je isolatie door je dakbedekking, dat die gewoon veel beter wordt. Dus dat is een voordeel qua als je naar het klimaat kijkt voor je leefklimaat in je huis. Een tweede voordeel is dat zo'n dak veel langer meegaat, want je kunt je wel voorstellen als dat met de zon erop, de hitte asbest, hitte dakbedekking, als die heel ontzettend heet wordt, dat er gewoon slijtage op geeft. Dat geeft krimpscheuren, dat zie je ook als je erop loopt. En door zo'n groen dak krijg je een heel andere omstandigheid en gaat het veel langer mee. Dus je levensduur van zo'n dak gaat stukken vooruit. Is een groen dak ook mogelijk in combinatie met zonnepanelen? Ja, dan zie je weer het koelend effect van het groene dak. Dat is een voordeel voor de zonnepanelen. Want zonnepanelen als het heel heet is, hebben zonnepanelen een slechter rendement. Ja, en door dat groene dak krijg je die verkoeling. En werkt het beide de goede kant uit. Mensen die geïnteresseerd zijn in een groen dak, waar kunnen zij meer informatie hierover vinden? Ja, we hebben een website waar ze kunnen vinden. Dat zullen jullie vast wel even laten zien. En bij de gemeentes, maar ook bij de bedrijven die ik net genoemd heb, die weten van de situatie en kunnen daar goed op inspelen. Maar ook bij waterschap en de gemeente, dus op de website kunt u het zo vinden.